Makkelijk is het niet om als journalist te werken in China, want je kunt niet zomaar gaan en staan waar je wilt. Helemaal niet als je een reportage wil maken over de Oeigoeren. Want de Chinese regering wil veel geheim houden. Ik ben er samen met mijn cameraman heen gegaan omdat wij wilden kijken hoe het nu echt met de Oeigoeren gaat. Dat we wilden kijken of mensen weer uit de strafkampen komen. Maar dat is heel moeilijk gebleken. Overal hadden we mensen bij ons die probeerden ons werk onmogelijk te maken. En op heel veel plekken konden we gewoon niet filmen. Al jaren bestaan er vreselijke verhalen over de Oeigoeren. De mensen worden onderdrukt en veel van hen zitten dus in kampen. Heropvoedingskampen noemt de Chinese regering het, bedoeld om te studeren, zeggen ze. Maar waarschijnlijk zijn het strafkampen, waar Oeigoeren tegen hun zin gevangen worden gehouden en mishandeld worden. Wat er precies gebeurt is onbekend. En ook is onbekend hoeveel kampen er zijn. Aan de ene kant worden bestaande heropvoedingskampen langzaam geleegd. Toch ook worden er nieuwe kampen weer gebouwd en plekken waarvan men niet wil laten zien wat daar precies binnen gebeurt. De Oeigoeren zijn een bevolkingsgroep. Er wonen er zo'n 11 miljoen in het westen van China, in de provincie Xinjiang. De mensen zijn moslim en hebben hun eigen taal, gewoontes en tradities. De Chinese regering wil dat ze volgens de Chinese cultuur gaan leven. Waarschijnlijk zitten honderdduizenden Oeigoeren in dit soort kampen. Op satellietbeelden is te zien dat de kampen steeds groter worden. Soms worden er ook fabrieken bijgezet, waar de gevangenen gedwongen worden te werken. Op een gegeven moment kwamen we aan op een van de treinstations in een grote stad in Xinjiang, waar een groep van ongeveer 100 Oeigoeren moest hun identiteitskaart inleveren en wachten daar op een bus naar misschien zo'n heropvoedingskamp. Maar helemaal zeker weten we dat niet, omdat de politie ons toen weg heeft gestuurd. Het lukte Sjoerd wel om iemand uit een kamp te spreken die nu veilig in het buitenland zit. Een tolk vertaalt wat de gevangenen meemaakten. Ondervragingen. Pakslag die ik kreeg. We gaan zitten op een metalen stoel. En andere gedetineerden blootgesteld worden aan elektrische schok op de metalen stoel. Ja, dat zijn dingen die jij regelmatig meemaakt. Nou, we hebben niet alles kunnen zien wat we wilden zien. We hadden graag ook binnengekeken bij de strafkampen, de gevangenissen. Maar dat mocht niet van de Chinese overheid. En dus denk ik dat het des te belangrijker is dat we daar naartoe blijven gaan. Ik denk dat we de komende weken, misschien maanden, eventjes rustig aandoen. Maar dat we daarna zeker weer teruggaan naar Xinjiang. Want dit verhaal is helaas nog niet over.